Welkom bij het stuur van de Bollenstreek. We nemen de afslag Hillegom. Dat doen we met Aart van Heusden van Bloeiend Hillegom en Theo Adamsen van D66. Heren, van harte welkom. We blikken terug op de raadsvergaderingen van vorige week donderdag. En dat betekent een evaluatie van de N208. Het meest besproken project. De doorgaande weg dwars door Hillegom heen. Geasfalteerd, opgeknoopt, veiliger, noem alles maar op. En nu had een evaluatie op het programma staan. Wat was nou de slotconclusie? Is het nou een geslaagd project of is het een mislukt project? Het is, ik denk, geslaagd, want Hillegom heeft er een goede weg bij gekregen. Het is een weg die voldoet aan de aspecten van duurzaam veilig. De doorstroming is bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk verkeerslichten weggehaald, er zijn rotondes voor in de plaats gekomen. Dus al met al, denk ik, is het een positief einde. Van een redelijk dramatisch verlopen project. Ja, want het kostte allemaal vele miljoenen meer. Een wethouder heeft het de kop gekost. Volgens D66 ook een geslaagd project? Ja, wat betreft wat eruit gekomen is uiteindelijk wel. Inderdaad, wat Aart ook net zegt. Natuurlijk, alles wat we wilden bereiken, dat hebben we bereikt. Al is dat niet allemaal netjes, allemaal zo duidelijk opgeschreven. Maar als je kijkt, het is ook een visitekaartje voor Hillegom, vind ik. Het is natuurlijk ook zo, in het verleden zijn meer wethouders zijn bezig geweest met de N208. Dat is een heel moeilijk project en op een gegeven moment is het toch opgepakt. Hoe kan het? Het is gewoon een weg. Je legt gewoon een weg aan, dat is toch niet lastig? Nou, het is wel lastig. Het is ook het bijzondere van de N208 is dus dat het een lokale weg is. En terwijl het in Lisse bijvoorbeeld is het een provinciale weg en dat maakt natuurlijk nog wel wat uit. Ik weet niet meer hoe dat in de historie gebeurd is, maar op een gegeven moment is die weg overgenomen door de gemeente Hillegom. En betekent natuurlijk ook onderhoud en renovatie van zijn weg, ook voor rekening van de gemeente Hillegom. Het is eigenlijk een te groot project, een te grote weg voor een gemeente? Of het een te grote weg is, maar het was wel een te groot project voor de gemeente met de omvang van Hillegom. Ja. Oké, uw partij zei, we moeten leren uit de aanbesteding en het vervolg. Ja. Wat is de belangrijkste les? De belangrijkste les is dat we het in ieder geval beter moeten doen en niet altijd op externe adviseurs moeten afgaan. Het punt is natuurlijk dat de wijze waarop het aanbesteed is, dat je daar wel wat vraagtekens kan zetten achteraf natuurlijk. Het leek allemaal heel erg goed geregeld, maar uiteindelijk bleken toch de afspraken niet zo duidelijk te zijn. Nee, uw partij vond eigenlijk dat de evaluatie te vroeg kwam, hè? Ja, zeker. De weg is wel opgeleverd en er wordt ook wel over gereden en het ziet er allemaal wel goed uit. Alleen er zijn nog twee grote knelpunten die nog steeds niet zijn opgelost. Dat zijn de zogenaamde middengeleider. Tussen het stuk Sixlaan en Wilhelminalaan heb je tussen de twee rijbanen een betonnen strook, een opstaande rand. Daar moet je niet tegen aanrijden, want dat is niet goed voor je auto. En je zou ook zomaar de weg af kunnen schieten. Ja. Dat is één. En twee is, er is een beveiligde oversteek ter hoogte van het Fioretti, de nieuwe school die daar gekomen is. En wij zijn eigenlijk niet content met, eigenlijk niemand, met de wijze waarop die oversteek is gerealiseerd. Daar wordt ook verschillend tegen aangekeken of die oversteek daar gehandhaafd moet blijven. Of dat je die oversteek weghaalt, dat is het idee van het huidige college. En dat dan de fietsers en de voetgangers eigenlijk alleen bij de rotondes de oversteek kunnen maken vanuit het centrum naar de sportvelden of naar de begraafplaats of naar de Fioretti-school. En wij denken, als Bloeiend Hillegom, dat we daar de verkeersveiligheid geen goede zaak mee doen. Omdat we iedereen weet dat bij een rotonde, het afslaand verkeer vanaf een rotonde, heel veel last heeft als er net nog even een fietser langskomt. En met name het vrachtverkeer, wat op die 208 nog steeds behoorlijk aanwezig is in percentage, ja, heeft daar best wel wij denken dat dat een risico is. Dus wij zouden zeggen als Bloeiend Hillegom, kijk nog eens naar die oversteek. Probeer die wel anders in te richten, maar houd hem wel op die plek. Want het is een centrale plek in je dorp, ook gelegen ten opzichte van de voetbal. Nou, er komen heel veel mensen naar het sportpark, ook andere sporten, en die school. Dus wij zijn eigenlijk niet zo'n voorstander van het idee van het college om die voetgangersoversteekplaats daar weg te halen. Nee, maar dat komt nog terug in de raad. Dus wij wachten nu af wat het college daadwerkelijk gaat voorstellen. En dan zullen wij denk ik ook met Veilig Verkeer Nederland en andere mensen die daar, misschien de Fietsersbond ook wel, die daar ook verstand van hebben. Dus zeggen, nou, doen we daar nou goed aan om die daar weg te halen? Maar dat is voor een vervolgstap.
Dit ging om de evaluatie. U bent beide tevreden. Maar u stemde toch tegen de evaluatie. Waarom? Omdat wij de evaluatie niet vonden aansluiten bij wat je van een normale evaluatie mag verwachten. Ten eerste is het een evaluatie geweest vanuit het eigen huis. Nou, ik ken allemaal de slager die zijn eigen vlees keurt. Dus de objectiviteit van de evaluatie, daar zetten wij wat vraagtekens bij. Ten tweede, ik heb al gezegd, de weg is nog niet af. Want er zijn nog twee belangrijke restpunten uit de aanleg niet opgelost. En er stond een bedrag van 50.000 euro in de evaluatie, in het rapport. Wat besteed zou moeten worden aan een inrit. Zonder dat daar enige onderbouwing en ook dekking voor aangegeven was. Dus kortom, wij vonden het te vroeg. We vonden het niet objectief genoeg. En we vonden het qua financiering van dat restgedeelte, die 50.000 euro, niet duidelijk genoeg. Duidelijk. Oké, we gaan naar een fietspad. Dat was een motie van u, hè? Ja. Eigenlijk praten we over de Forse en Weerlane polder, moet ik dat goed zeggen. Ja, ja. Ja. En daar is nu een fietspad neergelegd. Ja. Maar in de nabijheid van die polder zou er ook nog een nieuw fietspad komen. Dat proces loopt al jaren. Ja. En daar had u een motie over ingediend. Wat wilde u bereiken? Nou, het punt is dat als je naar het gebied gaat, dat je op een gegeven moment constateert dat natuurlijk de plannen voor... Laten we even aan het begin beginnen. Moet je lang teruggaan. De raad, ja, maar goed. Want het is loopt in al heel... Het loopt, ja, dat probeer ik ook wel. 15 jaar. Het loopt al heel erg lang. En natuurlijk, wij wilden graag een fietspad tussen Hillegom en Bennebroek, een goede verbinding. De provincie vond dat ook en die subsidieert dat ook. Al die processen hebben zich natuurlijk, die zijn de laatste jaren gewoon doorgelopen. En op een gegeven ogenblik is er dus besloten om een fietspad aan te leggen. Daar hebben we ook eigenlijk een besluit over genomen als raad. Om een fietspad aan te leggen aan de ringvaartkant. En die zou dan door de Forse en Weerlane polder lopen en door de Oostzijnde polder. Maar inmiddels zijn een aantal dingen gebeurd in die polder en is er ook een ander fietspad aangelegd. En op een gegeven moment hebben we ons afgevraagd, is dat nou eigenlijk wel nodig om twee van die fietspaden in dat gebied aan te leggen, terwijl het ook nog een qua natuur natuurlijk ook een belangrijk vogelgebied is. We willen natuurlijk een goed evenwicht tussen natuur en recreatie. En om twee fietspaden in zo'n klein gebied, dat vonden we eigenlijk onzin. Dus daarom heb ik een aantal vragen gesteld aan de wethouder over of het mogelijk is om eventueel die subsidie die we van de provincie krijgen, om die eventueel te gebruiken om dat andere fietspad op te knappen. Oké, dus fietspad 1 niet aanleggen? Niet aanleggen, maar dat is alleen de Forse en Weerlane polder. Want dat andere fietspad loopt tot de Oostzijnde Laan. En moet dan eigenlijk de mensen moeten dan over de Oostzijnde Laan een stukje fietsen. En dan moet dat stuk in de Oostzijnde Laan moet het ook wel aangelegd worden langs de ringvaart. Een motie met D66 CDA VVD om dus een deel van het fietspad te schrappen. En toen zei u in de vergadering, ja, we hebben oorlog gevoerd over grond. En nou gaan we even met een pen en streek dat fietspad schrappen. Ja. Want wat is dat stukje geschiedenis wat u nu niet ziet in deze motie, zeg maar? Nou, een stukje geschiedenis, ja, ik zei net al bij de interruptie. Ik denk dat je ongeveer 15 jaar terug moet gaan toen de eerste plannen voor dat fietspad langs de ringvaartdijk werden ontwikkeld. Er zijn verschillende procedures overgevoerd. Ik geloof dat er tot 3 keer toe een nieuwe bestemmingsplanprocedure gevoerd moest worden. Omdat eerdere zijn gestrand bij de Raad van State. Nou, u weet wat dat betekent, hè, voor een gemeente en voor belanghebbenden. Ja. Weer uitstel en weer onzekerheid. Het laatste bestemmingsplan hebben wij als raad in 2010 vastgesteld. Ook daar zijn beroepen tegen ingesteld. Zoals met alles wat betrekking heeft op die polder. Of nou de manesjes of de fietspaden of het inrichtingsplan, want de ruiterpaden, alles. Het wordt onder een loep gelegd tegenwoordig van, oh jee, het zou wel eens kunnen betekenen dat er een paar weidevogels aan de andere kant van de Weengaard zouden gaan broeien in plaats van in dat gebied. Dus wij hebben daar 15 jaar strijd, zoals u het zegt, overgevoerd. Uiteindelijk heeft de Raad van State in juli 2011 het bestemmingsplan goedgekeurd. Dan heb je dus een titel, rechtstitel, om de gronden te verwerven, zo nodig met onteigening. Er is ook onteigend, ook daar zijn procedures overgevoerd. En uiteindelijk staan alle lichten op groen. En dan zegt Theo, zijn fractie, met een paar andere fracties, ja, er ligt nu een ander fietspad, we moeten nog eens kijken of we dat fietspad daar langs die ringvaartdijk in de Weerlaner en Forse polder,
wel moeten aanleggen, want je hebt nu een alternatief. Op zich is dat zo. En wij vinden als Bloeiend Hillegom het ook helemaal niet verkeerd om rekening te houden met ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na de eerdere besluitvorming. Mm-hmm. En het is inderdaad zo, er ligt een fietspad. Ik heb er ook met plezier overheen gereden. Het is een prachtig gebied. Je komt echt vanuit het industrie, vanuit de Oude Weerlaan, waar het industriegebiedje is, Horstendaalaan, kun je echt nu lekker achterom door het weiland naar de Oosteinderlaan fietsen. Geweldig gebied. Ik zou het iedereen in de streek kunnen aanbevelen, zeker met dit weer. Ja. Als je niet van als je de bollen heeft gezien, dan zeg ik, nou, ga dan naar de Weerlaan. Tot zover de toeristische informatie. Tot zover, denk ik. Wees nu echt, we hebben niet afwijzend gereageerd. Ik had wel heel veel vragen. En waarom? Wat betekent het voor de procedures die gevoerd zijn? Wat betekent het voor de mensen die grond af hebben moeten staan voor het ene fietspad als dat niet meer aangelegd wordt? Wat betekent het aan de kostenkant? En last but not least, dat fietspad waar ik zojuist overheen reed, dat is nog onderwerp van een geding. Er speelt nog steeds een procedure. Er is nog steeds een rechtelijke procedure. Met een natuurjongens, zeg ik maar even heel populair. Ja. Met inderdaad natuurjongens, Stichting Behoud de Polders en de Vereniging van Weidevogels en dergelijke. Dus ja, ik denk, zolang je niet zeker weet dat dat fietspad wat er nu ligt ook daadwerkelijk in de langere termijn gehandhaafd mag blijven. Want we weten allemaal, op een gegeven moment kan een rechtelijke uitspraak daar roet in het eten gooien. Ben ik er niet van gediend om te zeggen, nou, we gaan nu al besluiten om dat fietspad langs de dijk niet aan te leggen. Want we hebben het andere fietspad. Een soort oude nieuwe schoenen verhaal, zeg maar. Exact, dat zei de wethouder ook. Die had daar ook begrip voor. Ja, nou, Theo had daar ook begrip voor. Ik heb ook een motie op dat punt. We hebben het aangepast in overleg. En de motie is nu ook door Bloeiend Hillegom gesteund. Wat vindt u van het verhaal van, stel, ik heb grond in Hillegom. Ja. De gemeente wil er een fietspad neerleggen. Ja. Ik heb ruzie met de gemeente, want ik wil dat niet. Het wordt onteigend, allerlei procedures, ik verlies het. Ik baal als een stekker van die gemeente. En dan komt er een of andere raadslid en die zegt, laat maar vervallen dat fietspad. Niet een of andere raadslid natuurlijk. Nee, maar dat is... Ja, nee, ik begrijp het. Ik kan me dat voorstellen. Ik had dat misschien ook veel eerder moeten doen. Maar op een bepaald ogenblik zie je dat. En je weet als je met zo'n procedure, met zo'n proces bezig bent, dat je opeens een tunnelvisie hebt. En dat je op een gegeven moment niet meer naar al die andere dingen kijkt. En op een gegeven moment, als je dat in het gebied kijkt, dan denk ik van ja, maar dat is toch onzin, hè? Om twee fietspaden te hebben in dat gebied. U heeft de motie aangepast. Wat heeft u aangepast? Ik heb aangepast dat een onderzoek plaatsvindt. En dus wat minder expliciet in de motie naar voren laten komen van het moet geschrapt worden. En daar kon ik ook wel mee leven. Dus dat is ook wel goed. En ik weet ook wel dat er inmiddels ook wat ambtelijk, dat er eerder al ambtelijk overleg is geweest tussen de gemeente en de provincie. Dus er zijn al bewegingen bezig. Maar moet de gemeente heel 100 geld terugstorten aan de provincie? Nou, dat is maar de vraag. Want het doel van het fietspad is natuurlijk, het moet op het fietspadenplan van de provincie aansluiten. En dat zal op zich helemaal geen probleem zijn, denk ik. Bovendien is de gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland in D66. Dus ik kan me niet voorstellen dat hij daar tegen zal zijn. Dat is niet het hele college van GS, hè? 1 D66. Nee, nog niet. Zover zijn we nog niet. Dus. Maar wat heeft de wethouder nu gezegd? We wachten eerst de uitkomst van die procedure af? Nou, hij heeft gezegd, de motie, dat vond hij asympathiek. Daar kon hij goed mee leven. Omdat nu het slot van de motie luidt het college te verzoeken onderzoek te doen naar de consequenties van het niet aanleggen van. He, dus het is in die zin wat afgezwakt. Het was eerst een voorstel om nu al te besluiten om het niet aan te leggen. Nou, dat ging wel erg snel, vonden wij, gezien alle vragen die wij hadden. En het is in goed overleg met Theo aangepast dat er nu een onderzoek is. En het college gaat dat uitvoeren, dat onderzoek. En die zou rond de zomer zou die terugkomen ermee. Okay. Nou, dan gaan we. En we zijn natuurlijk heel benieuwd wat eruit komt. Ja. We wachten het rustig af. We zitten toch al in het groen. Ja. U bent van Bloeiend Hillegom. Groen beleidsplan stond op het programma. Nee, je kan van alles verzinnen in Hillegom, maar het antwoord van de wethouder is heel makkelijk. Sorry, geen geld. Dat was ook wel heel makkelijk en heel snel. En dat is de samenvatting van de discussie, het verraste ons ook wel. Want er waren partijen die zeggen van als je nou tekort geld hebt om een impuls te geven. Want op zich hebben wij best wel veel groen. En dat ziet er ook gemiddeld genomen best wel goed uit. Alleen wat de raad eerder in de motie heeft uitgesproken bij een kadernotabehandeling. Zorg voor meer geld voor meer groen. Nou, dat waren misschien nog wel betere tijden. Inmiddels hebben we wat donkere wolken ook in Hillegom, financieel. En nu heeft het CDA het initiatief genomen om tegen het college te zeggen, nou, kijk in al je onderhoudsbudgetten, probeer daar wat ruimte te vinden en wend dat dan aan voor een impuls voor het groen. Nou, dat vonden wij een goede motie, hebben we ook mee ondertekend.
Maar de motie die kwam in bespreking en de reactie van de wethouder was nogal zurig. Van, volksvlakkerij? Ja, ik heb helemaal geen geld. Ik heb het niet verzonnen, hij zei het. U moet niet denken dat we daar geld voor hebben. Ja. We komen zelfs geld tekort. Nou, dat vond ik ook wel een beetje kort in de bocht, eerlijk gezegd, hoor. Dus, de discussie was eigenlijk... Dat is toch wel plat in feite. Ja, toen was de discussie eigenlijk voorbij. Er is geen geld, dus punt. We kunnen het niet mooier maken dan het is. Eigenlijk is het geen argument. Er is geen geld. Is dat geen argument? Nee, dus, kijk, je kan altijd... Bij mijn vrouw wel trouwens. Daar zult even niet over hebben. Nee, maar kijk, een argument van er is geen geld, er is altijd wel ergens... Je kan natuurlijk op andere posten ook gaan bezuinigen. Nou geloof ik, alleen in die motie werd er gesteld van we gaan kijken of in andere onderhoudsbudgetten geld te vinden is. Nou, daar geloofden wij niet in. Als je kijkt hoe in de begroting, als we het over onderhoud van wegen hebben, hoe we er dan voor staan, dan is de kwaliteit ook niet zo geweldig dat we kunnen zeggen, we gaan daar ook nog eens eventjes op bezuinigen. Maar toch had de wethouder toch nog een aas in zijn binnenzak zitten. Want hij zegt, we zijn met een plannetje bezig. We hebben 1,5 miljoen straks te besteden. We gaan subsidies aanvragen om het groen te verbeteren in Hillegom. Waar komt die 1,5 miljoen dan opeens vandaan? Die komt uit nieuw geld. Dus verkoop van het kabelnet, dat had u nog ergens op een bankrekening staan? Ergens op een bankrekening. Op een bankrekening, ja. Maar hoop dat er bij een goede bank staat. Ja. Ergens in IJsland of zo. Dat geld is er gewoon. Dat is er. Alleen, je moet natuurlijk dat niet in je exploitatie stoppen, maar je moet er investeringen van doen. Dus er zijn natuurlijk een aantal zaken die in Hillegom eigenlijk verbetering behoeven. Kijk naar de triangel natuurlijk. En er zijn ook een aantal andere zaken die elke partij in Hillegom eigenlijk wil verbeteren. Nou, dat zijn investeringen en daar heeft iedereen wel geld voor over. En wat betreft groen natuurlijk, een aantal groenprojecten, voor investeringen daarin, daar is iedereen wel een voorstander van. En bovendien natuurlijk is het ook goed, daar hebben wij trouwens wel voor gepleit, om ook toch wel initiatieven van bewoners om het groen in hun omgeving. Adoptie groen. Ja, precies, dat soort dingen, omdat in ieder geval zeker... En wat gaan we nu doen met die 1,5 miljoen? De wethouder komt binnenkort met plannen of zo? We krijgen natuurlijk de kadernota behandeling. En dan krijgen we eigenlijk het totale beeld over de financiën. Voorproefje van de begroting is dat, ja. En wij hebben ook gezegd, nou wacht nou maar even tot het nu al reserveren van die 1,5 miljoen. Misschien heb je het voor andere projecten veel harder nodig. En vind je die andere projecten misschien belangrijker. We weten het niet, maar het ging ons even te snel. Die 1,5 miljoen uitname uit die reserve. Althans, het zat er niet direct in, maar wel indirect in het voorstel. De wethouder zei wel steeds van, je besluit nu niet om dat eruit te halen, maar ja, het was wel de dekking die in het voorstel stond. Dus dat gaan we nog afwachten. Wij zeggen, wacht maar even af, de kadernota, die komt eraan. En dan zullen we zien wat we nog te besteden hebben. Elk project komt nog apart in de gemeenteraad natuurlijk. Het is niet zo dat het nu vaststaat dat dat gaat gebeuren. Gaan we dat afwachten. Heren, bedankt voor de komst naar de studio. Dit was Stuur van de Bollenstreek afslag. Hillegom, bedankt voor de aandacht. Graag tot de volgende keer.